Over 2 à 3 jaar zullen we zien wat de impact is van het niet verstrekken van gratis condooms. Woorden van Joey Lansdorf, Comprehensive Sexuality Educator. Er zijn vanaf vorig jaar na de uitbraak van COVID-19 in Suriname geen gratis condooms meer verstrekt. Lansdorf geeft aan dat een grote groep personen hierop had gerekend, zoals dat ook voorgaande jaren het geval was. Hij hoopt dat men zelf voor condooms heeft gezorgd. Anders kan het effect nadelig zijn voor ons land. Als we kijken naar waar het mis is gegaan, ik denk dat de fondsen gewoon zijn gegaan naar de COVID-zorg. Dat is wat ik heb laten vertellen. Als dat werkelijk zo is, weet ik niet. Maar ik heb begrepen dat ze naar de COVID-zorg zijn gegaan, waardoor er geen geld vrijgemaakt is op alle gezondheid voor condooms. Dus vandaar dat wij een hele tijd zaten zonder condooms, zonder glijmiddel. Een tijd waren er ook geen HIV-testen meer te verkrijgen, maar nu zijn ze die er weer. Maar condooms die zijn echt heel weinig, heel moeilijk te vinden. Mensen weten nog steeds niet wat hun status is. Dit is niet alleen in Suriname het geval, maar wereldwijd. De COVID-19-pandemie heeft op de hele wereld een impact gehad. Volgens UNAIDS hebben personen die geïnfecteerd zijn met het HIV-virus geen gemakkelijke toegang tot de medicatie en nu ook niet tot het COVID-19-vaccin. Dit terwijl HIV-patiënten ook behoren tot de risicogroep. Volgens Otmar Overman van Stichting Lobby Health Center zal er de komende tijd in elk district informatie verstrekt worden. Recentelijk in samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken een infosessie hebben gehouden voor tienermoeders waarbij HIV ook ter sprake is gekomen. We hebben voor jongere groepen informatiesessies gehouden, fysiek en online. En om erbij te vertellen, zijn we op dit moment bezig met een campagne om de achterstallige gemeenschapsactiviteiten in te halen. In ieder geval tussen 17 november en 17 december zijn we nagenoeg in elk district in de kustvlakte van Paramaribo. Vanaf New Nikeri tot en met Mungo, van Paramaribo tot en met Wanica zijn we aanwezig voor de mensen om HIV-testen te doen, hun status te weten, maar ook de andere diensten die Stichting Lobby aanbiedt. Joey Lansdorf geeft verder aan dat hij niet een ieder heeft kunnen bereiken met informatie over veilig seks. Ook enkele personen binnen de LGBT-gemeenschap heeft hij niet bereikt en dat is volgens hem een kwalijke zaak. Men staat er wel open voor, maar uit de realiteit blijkt dat we bepaalde groepen niet kunnen bereiken, omdat ze zijn niet op de scholen, ze zijn dus buiten scholen, dus die groep is een beetje moeilijk te bereiken. Je kan ze al niet bereiken bijvoorbeeld als je een outreach tent hebt ergens, maar die komen ook gewoon niet altijd naar je toe. Omdat er zo'n drempel is, als ze een stand zien en het is LGBT-related, willen ze in het publiek niet naar die stand toe komen. Dus dat zijn wel dingen waar tegen we stuiten. Infectioloog en internist Stefan Vreden geeft aan dat de seksueel actieve jeugd veel jonger is dan er wordt gedacht. Daarom is het van belang dat er veel voorlichting wordt gegeven aan de samenleving. Volgens Vreden moeten wij niet kijken naar speciale groepen. En ieder die seksueel actief is, kan geïnfecteerd raken met het HIV-virus. En HIV-patiënten moeten hun medicatie optimaal gebruiken en op de juiste manier. Er is denk ik nog niet een moment opgetreden waarop je mensen absoluut nee moest verkopen. Dus dat je ze ook geen alternatief kon bieden. Maar dat moment is eigenlijk niet ver meer. We zijn heel erg bezorgd over de continuering van de medicatie. Want zoals u weet, als je op HIV-medicatie bent en je zou ermee stoppen, dan loop je 1 een kans om ziek te worden. Maar 2, doordat je het virus weer volop kan uitgroeien, is de kans groot dat je weer anderen besmet. Dus het is wel zaak dat de overheid ervoor zorgt dat de continuïteit van de HIV-medicatie, dat die gegarandeerd is, omdat je anders veel verder van huis raakt dan je nu al bent. Het is morgen, woensdag 1 december, Wereld AIDS-dag. En op deze dag wordt er wereldwijd extra aandacht besteed aan bewustwording rond het HIV-virus.